wat ik aan vertellen. Zwanger, dat zeg ik dan natuurlijk. Ik hou zelf al 10 jaar lang natuurlijk. We hadden jaar 8 zwanger en ik kreeg een jaar 7 met zwanger zelf. Er zijn ook dagen, ik zal maar proberen een beetje nu te vertellen. Er zijn ook dagen natuurlijk bij allerlei natuurlijke kopen en verhergings en toekomstwerken. Dus ja, dat zijn een aantal dingen die wij rekening moeten houden. De zwanger kunnen hartstikke goed uitzien zijn. Dus een aantal dingen moet je hier achterhoofd houden natuurlijk. Misschien wel belangrijk zijn de verbloeding. Ze kunnen hartstikke zelf lekker warm houden. Dus ook als je op de beurs dit dier koopt, houdt ze altijd lekker warm. Dan heb ik zo warm kruidjes, warm van pakjes. Om te zorgen dat ze niet te koud komen te zitten natuurlijk. Ja, er zijn een aantal dieren waar ik graag wil vertellen, want ik denk dat even een goede beginningsslangen zijn. Niet alle slangen zijn namelijk ideaal voor jou. Ze zijn weer dan één keer voor de soorten slangen. En ze zijn lang niet allemaal geschikt. Gifslangen valt natuurlijk sowieso bijvoorbeeld al af. Hele grote reuze slangen vallen als beginningsslangen sowieso af. Ook hele kleine slangen vallen af. Wat voor de meeste mensen ook eigenlijk met stukken nummer 1 staat, is als ideale middelslang, is de rode wattes, de pappenwattes, de tattes. Wordt ook wel paaislang genoemd en voor wattenslang en grootslang. Ik heb meer een voordelen, maar niet zo heel erg groot, meer 1,40, 1,60. Ze kunnen even in contact gaan, redden de meeste niet, want zullen ze zelf zien. Ik zal er eens even bij maken, want even kijken of dat misschien wat meer mensen deze kant op heeft. Ik heb hier een losse pannetje bij. Het is vegan wildvang hier zelf, dus zo komen ze echt in het wild voor. Leuk, kijk, nou, de rode rattenslang is dit. Ja, hij rookt de rode rattenslang natuurlijk. Ze eten niet voornamelijk ratten, want de naam zou dat natuurlijk misschien wel doen vermoeden. Even wat muizen, kleine ratjes pakken ze natuurlijk ook wel. Maar met haken hier kun je ze opvoeren, maar ze zijn meestal niet zo praktisch omdat ze niet voor handen zijn of te duur zijn. Vogeltjes wil ik zeker eten. Dat is een redelijk volwassen man, ze kunnen wel een stuk volwassen honden, maar deze heeft ongeveer 450 gram, dus meestal heel veel grote crisis of niet. Ze kunnen er wel een beetje van wel mee. Maar zeker voor anders hebben wij het volwassen als een man. Zit dus gewoon in een volwassen man. Nou ja, zoals je ziet, slangen zijn een stuk anders dan zij. Dan die als huisdier gehouden natuurlijk. Misschien wel het duidelijkste, ze hebben geen pootjes. Ze zijn natuurlijk eigenlijk een huisdier met pootjes aan zitten. Wat ook opvalt is dat ze natuurlijk geen vacht hebben. Heel veel andere dieren die worden gehouden hebben natuurlijk een lekker warm vakje. Lekker zacht, oude slangen niet. Slangen voelen wel heel erg zacht aan. Is iedereen die wel zijn slang was gehad of aangereikt? Ja? Oké, okay. Dus het voelt helemaal niet koud of zijn gegaan, zoals veel mensen vaak denken. Ze glimmen wel helemaal, maar ze zijn hartstikke zacht. Ze voelen ook warm aan als ze in een warme omgeving hebben gelegen. Dat is dus koud moeten zijn. Dus ze zijn eigenlijk hartstikke rustige dieren. Vooral de rode rattenslang bijten zelf. Kan altijd, dus ze zeggen nooit dat het dier helemaal van is. Ik durf het nooit te garanderen. Ze kunnen altijd bijten als ze rustig weer omgaan. Als ze geen pijn moeten, dan gebeurt het eigenlijk vrij weinig. Dus de rode rattenslang kan ook in allerlei kleurcombinaties tegenwoordig. Dat is ook een reden dat ze heel populair zijn. Je kan bijvoorbeeld gestreepte dieren van, albino's, oranje dieren, paarse dieren, noem maar op. Het is allemaal dezelfde soort, maar met een ander kleurpatroontje. Dus ik hoop dat ze een leuk aspect van de hobby hebben, dat je leuke kleurtjes kunt wegweten. Je hebt ook eentje meegenomen, een kleintje ervan. Je wil ook een beetje kunnen zien hoe je doet. Dat is wat je eruit ziet, anders wordt het niet zo groot gevolgd. Dat is wat je leeft. Iets kleiner slangenzakje. Slangenzakken zijn overigens voor mij de beste manier om slangen te vervangen. Slangen liggen lekker.
gewoond. Dus, en dan je weet samen in het TPQ's, dan is het ook lekker blijft ook lekker hoor. Media, transportdoosjes kunnen ook doen. Als je graag op de beurs ziet, of de tijd dan zeker, maar als je al langer mee gaat nemen, dan is het slangen zakken van media. Nou, dit is ook een onderhoudse slang, een diertje van een maand of 9 oud inmiddels. En dit is een slow poppy, dus dit is een driedubbele mutatie. Precies dezelfde slang als die we net zagen, alleen dan heeft hij geen zwartpigment, hij heeft geen rood pigment. En hij heeft ook nog eens een raar rondjespatroon, in plaats van normale wokjes, zaden zeg maar, die ze hebben. Nou, sommige mensen vinden dit leuk, ik ben er een van die mensen van. Sommige mensen schrikken de logo ook af, dus niet iedereen vindt het een toevoeging, zeg maar, voor wokjes. Sommige mensen houden eigenlijk van de wildkleur. Ik vind de implementatie hebben het wel een leuke toegevoegde waarde voor deze soort. Dus ja, dit is zo natuurlijk nog een stuk kleiner geworden. Dit is al een beetje een dik ding. Het is jong hier al net geboren, deze ook nog dik en centimeter 20 wachtbaar. Ze eten dan baby muisjes. En de grote voor deze eten baby matjes of kleine springer muisjes. En ja, naarmate meer ze eten, hoe groter ze worden en hoe groter de kooi natuurlijk worden. Dus ze groeien ongeveer 2 tot 3 jaar tot redelijk volwassen leeftijd. Volwassen in de zin van dat ze grotendeels zijn uitgegroeid. En terwijl wij ze heel leven maar groeien, dus ze stoppen nooit. Maar na een jaar of 3 is het grootste rek bij de meeste soorten uit, dus zo duurt het 5 tot 6 jaar ongeveer. Maar ja, we zijn nooit uitgegroeid, blijven altijd eten, blijven altijd groeien. Nou, als slangen dus eten en groeien, dan hebben we gewoon een apart iets wat andere dieren niet hebben. Wij kopen gewoon in plaats van een AL-t-shirt, een XL-t-shirt, naar slangen die vervellen. Nou, een deel stel vervelling bij. We hebben hier een behoorlijk grote bij. Je zult ook kunnen zien hoe groot sommige andere slangen kunnen worden. Die misschien wel minder geschikt zijn. Kijk, dit is een heel eind. Je kunt ook zien hoe dit het dier is geweest natuurlijk. Dit is van een tijgerpiet geweest, een albino tijger. Dus de vervelling is net geen 4 meter lang. Het eigenlijk kunnen tot 6 meter lang voor mezelf, dus dan komt er nog even 2 keer dit bij. Ik vind die mooi naar beneden halen. Zo doen de slangen dus een jasje uit, ze beginnen bij de kop. Zit hierboven, met de oogjes, zijn bovenkaak zeg maar. En ze vervellen, als het goed is, helemaal in één stuk, net als dit. Ze hebben dus eigenlijk echt gewoon de alle huid mooi eraf en er zit gewoon helemaal compleet nieuwe onder. En dan, zijn ze als het ware weer als nu ook nog dit eentje nog steeds minder dan na het slangen vervellen. Dus ze genezen niet net als wij, maar met vervellen vernieuwen ze gewoon heel de huid. Nou, een dier van dit formaat is natuurlijk geen beginnersdier. Als je nooit een reptiel in je hand hebt gehad, dan is het tijgerpiet van dit formaat geen goed dier om mee te beginnen. Ook jonge tijgerpieten zijn, kun je goed houden natuurlijk. Die worden misschien op een beetje 5 of 60 geboren en aangeboden. Maar binnen een jaar of 2 zit je toch in een dierenpas wat verbindt zodat het te groot wordt. Een dier van dit formaat eet hele grote konijnen. Sommige mensen voegen zelfs biggetjes of lammetjes op. Hetzelfde gedaan, meestal blijft het bij konijnen. Maar dan moet je wel een aantal konijnen geven. Een dier van dit formaat natuurlijk een beetje verzadigd is. Nou, ik had net al even over de kweek ook van slangen. Nou, ik heb hier wat eitjes meegenomen van de rode rattenslang.